Giovanni is in aanraking gekomen met de opvoedpolie. Hij zat niet goed in zijn vel, maar door therapie en boksen gaat het weer beter met hem. Vandaag het eerste deel, de therapie. Hey Giovanni, alles goed? Ja. Ja? Mooi zo. Hey, ga eens aan de kant, hond. Hoe is het, man? Hoe was jouw week? Problemen gehad op school, een beetje. Voor de rest van de week ben ik eigenlijk niet erg op school geweest, dus... Oké. Dus. Het belang van ons werk is dat we heel dicht bij onze cliënten werken. Dus dat kan thuis zijn, het kan ook op school zijn. Het kan een probleem beter worden opgelost als het hele gezin erbij betrokken wordt? Ja, wij gaan uit van de kracht van ieder gezin, van de mogelijkheden die er in ieder gezin zijn. Wij vinden het ook belangrijk dat we cliënten of jongeren niet afhankelijk maken van ons als hulpverleners. Maar we proberen dus juist de sterke kanten van het gezin te ontdekken en te benadrukken en daarin te begeleiden. Om te zorgen dat ze zelf om kunnen gaan met de dingen die ze tegenkomen. Volgens mij heb jij op een aantal momenten hele verstandige, rustige en sterke keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld het idee van ik ga mijn ouders bellen om hun te vertellen wat er gebeurd is en om hun hulp te vragen. Terwijl je noemde net zelf dat vroeger vertelde jij heel weinig, praatte jij heel weinig over wat er met je gebeurt. En ging je er in je hoofd over piekeren, je zorgen over maken. En nu heb je dus een keuze gemaakt om het te vertellen. Ja. Om het uit te leggen en daarmee ook om hulp te vragen. Hij is met stappen vooruit gegaan. Je ziet een teruggetrokken timide jochie. Ja, dan in één keer krijgt hij die hulp waar hij eigenlijk met tegenzin naartoe wou. En eigenlijk, omdat gezien hij negatief gedrag vertoonde en negatieve dingen op ging zoeken, omdat hij gewoon niet lekker in zijn vel zat. En dan zie je ook gelijk gewoon met sprongen dat hij heel zwaar vooruit is gegaan. Ja. Dan zie je eigenlijk wel dat er toch nog wel andere dingen zijn en positieve dingen zijn om hem daarbij te helpen. En dat je eigenlijk gewoon je kind terugkrijgt. Ik heb heel veel leren dingen te verwerken en ook mijn agressie leren onder controle te houden. Mag ik vragen welke dingen je moest verwerken? Voor mijn oma, ja, daar heb ik altijd heel een goede band mee gehad. Mijn oom, die 2 dagen voor mijn verjaardag is overleden. En ik heb toen een aantal keer poging tot zelfmoord gehad. En dat is eigenlijk een beetje uit mijn kop gepraat. Dus, en het gaat ook echt steeds beter. En ja, het heeft me goed gedaan en ik ben nu ook veel meer zelfverzekerd. Wat voor een soort hulp krijg je? EMDR, dat is eigenlijk een beetje moeilijk om uit te leggen. Want ze zeggen dan van je moet iets in je hoofd nemen. En dan gaan ze met de vinger bewegen. En dan is het van wat voel je nu? Ja, en dat gaat dan een aantal keer zo en dan vergeet je het uiteindelijk. Ja, je gaat dan terug naar die nare ervaringen. En je gaat hem vragen om dat te vertellen. En dan ga je de allernaarste ervaring, die licht je dan uit. En als je die allernaarste ervaring, als je daar goed naar kan kijken, zonder daar een naar gevoel bij te hebben, dan kan die hele nare ervaring ook uit zijn hoofd gaan. En dan is die wat relaxter. Had je dat aan het begin verwacht, dat je er zoveel profijt van zou hebben? Nee, ik had in eerste instantie ook zoiets van, het is praten met een vreemde. En het voelt niet vertrouwd. Ja, en dat is dan heb je zoiets van ik ga niet praten en uiteindelijk praat je uiteindelijk heel veel. Hij is heel erg open, heel erg eerlijk en een enorme motivatie om te veranderen. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat hij nou in een aantal maanden heel veel sterker en heel veel rustiger en is geworden en heel veel meer vertrouwen en meer zin en motivatie heeft om die goede lijn door te zetten. Was het niet moeilijk om dat omslagpunt te maken, om erover te gaan praten? Heel moeilijk, echt. Dat is echt heel moeilijk. En het is ook zenuwslopend, want je komt gewoon geestelijk kom je gewoon helemaal gesloopt thuis. En, ik heb een aantal keren gehad dat ik gewoon hier op de bank in slaap ben gevallen, omdat ik gewoon echt geestelijk helemaal kapot was. En ja, op zich, dat heeft me eigenlijk heel goed gedaan. Praat je nu ook meer met je ouders hierdoor? Ja, dat is sowieso heel veel veranderd. En voorheen zei ik, hield ik overal mijn mond over. En alles wat er gebeurde op school, dat kregen ze dan via school te horen en nog ineens via mij. En dat is, ik vertel nu ook veel meer. Volgende week zien we hoe Giovanni zich heeft leren beheersen met behulp van het boksen.